Jongens en meisjes, we gaan vandaag weer loodjes trekken. Ja! Ja! Er worden op de basisschool vandaag loodjes getrokken voor Sinterklaas. Yes! Ah, nee. Loodjes zijn voor de surprises van Sinterklaas. Naast een grappige surprise is een cadeau ook belangrijk. Ik hoop echt heel erg dat Sarah mij heeft. Kijk nou naar die kleding van die moeder. Die hebben echt superveel geld. Is het die moeder met die dure kleding? Ja, dan krijg ik echt een supermooi cadeau waarschijnlijk. Met Sarah is er wat vreemds aan de hand. Zelf ziet ze er een beetje arm uit, maar haar moeder is juist rijk. Alle loodjes zijn getrokken. Wie erop staat moet geheim blijven. En zorg ervoor dat je een mooie surprise maakt voor de ander. Het belangrijkste is natuurlijk een cadeau, dus koop wat leuks voor de ander. Het huis van Sarah hangt vol dure kleding van haar moeder. Want zelf heeft Sarah niet eens een winterjas. Zo, lekker warm. Maar ik heb het koud, ik wil ook een jas. Wanneer kunnen we nou ook eens een keertje ook voor mij kopen? Ooit een keer. Sarah, ik wil niet dit gesprek nu houden. Ik heb geen jas voor je, maar ik heb wel lunch. Maar er zit helemaal niks in. Oh ja, dat klopt. Want ik had geen brood meer omdat ik deze jas had gekocht. De moeder van Sarah heeft echt een probleem. Ze geeft al haar geld uit aan zichzelf. Zoveel zelfs dat er eigenlijk niet eens iets overblijft. Saar heeft het er maar moeilijk mee. Mam, ik heb nog een vraagje. Heb je misschien nog wat geld over? Want we hebben loodjes getrokken op school. Saar, we hebben het hier over gehad. Kleding is veel belangrijker dan cadeautjes. Maar... Nee, Saar. Ik moet nu echt mijn bestellingen ophalen. Kom. Doei, mam! Ja. Saars moeder is alweer druk bezig met haar volgende bestelling. Hey, Saar! Hey, Saar. Hey, Saar. Het lijkt een beetje verdrietig. Wat is er aan de hand? Ja, ik ben mijn jas vergeten. Ik heb je eigenlijk nog nooit met een winterjas gezien. Heb je eigenlijk wel een winterjas? Jullie hebben gelijk, ik heb helemaal geen winterjas. Waarom niet? Je moeder heeft altijd hele dure kleding aan. Ja, zij wel, maar ze heeft niet genoeg geld voor mij. En ik heb helemaal geen lunch mee. Heb je dan wel geld gekregen voor het Sinterklaas cadeau? Nee, ook niet. Maar ik heb het wel koud, dus ik ga alvast naar binnen. Doei, Saar! Haar klasgenoten willen iets doen voor Saar en bespreken een plan. We kunnen niet geld inzamelen voor Saar, dat ze ook een jas kan kopen. Ik weet wel iets, wat nou als we een nepwinkel beginnen? Dan lokken we de moeder naar de winkel en dan verkopen we neppe kleding. Ja, dan gebruiken we dat geld weer om aan Saar te geven. We moeten het aan de anderen vertellen, die kunnen ons dan helpen. Oké, kom op! Let's go! Let's go! De rest van de klas is ook enthousiast over het plan. Een leegstaand winkelpand richten ze in tot een dure kledingwinkel. Wij hebben gehoord over het plannetje. Mogen we meedoen? Ja, tuurlijk. Wij hebben een nepwinkel gemaakt en jullie moeten helpen met spullen verkopen aan de moeder van Saar. En vooral die daar. Een vuilniszakje? Serieus? Ja, daarom moeten jullie echt je best doen. Alsjeblieft. Oké. Hier, doe deze maar. De moeder van Saar gaat jullie zo echt niet herkennen. De vuile zakjurk heeft 10 cent gekost, maar is te koop voor bijna 1500 euro. Het zal lastig zijn om die te verkopen. Maar er zijn ook nepklanten die zogenaamd ook interesse hebben in de jurk. Op haar mobiel kreeg de moeder allerlei filmpjes te zien over de nieuwe winkel met de mooie jurken. En al snel kwam de moeder langs. Ik had gehoord dat hier een hele dure winkel is. Ja, dat is hier. Hier zijn hele mooie spullen. Ik heb al 3 hele dure tasjes gezien van heel duur werk. Oh, als dat echt is, dan ga ik wel even kijken. Oh, hallo mevrouw. Oh, wat heeft u een mooie jurk. U heeft hele goede stijl. Oh, dank u wel. Ik had gehoord dat hier een hele mooie nieuwe winkel was. Jazeker, we hebben hele prachtige merken zoals Gucci, Chanel en noem maar op. Gucci? Ja, kom maar mee. Deze prachtige jurk komt ook van Gucci. Hij is heel duur. Het is de enige in de hele wereld. Wauw, is deze echt van Gucci? Ja, mevrouw. 1500 euro, dat is een koopje. Ja, ik zou hem denk ik zelf voor mijn eigen vrouw kopen. Wilt u het kopen? Nou, nee, ik koop hem eerst. Deze. Aan de kant. Deze. Oh, die prachtige Gucci hier. Die staat hier vast heel goed. Wilt u het in een tasje, mevrouw? Nee, ik wil hem gelijk gaan doen. Oké. Nou, mevrouw, dat is dan 1499,99 euro. Even zoeken, hoor. Precies genoeg. We wensen u heel veel plezier met deze jurk. Het is gelukt! Ja! We kunnen
kunnen we dit geld aan Saar geven. Haar moeder kan niet wachten om de dure jurk aan te doen en ermee over straat te lopen. Maar de mensen die haar op straat zien lopen met een vuilniszak, vinden het maar raar. Schaamt ze zich niet? Ja. Wat ziet zij eruit? Ja, echt hè? Heeft ze nou gewoon een vuilniszak aan? Zelf is ze erg blij met haar aankoop, maar ze begint wel te twijfelen als mensen haar geld gaan geven. Hier, wat geld. Fijne dag nog. Zien zij dan niet dat dit juist een hele dure jurk is? Ja. Zie je iets met mijn uiterlijk? In de Gucci-winkel tellen ze nogmaals het geld. 500.000, 1500. Jongens, het is bizar veel geld. Hier kan ze niet alleen haar Sinterklaas cadeau verkopen, maar ook nog veel meer. We kunnen ze ook eindelijk een jas kopen. Saar zelf weet nog van niks. Hé, wat is er dan? Kijk Saar, dit is voor jou. Maar dat is echt heel veel. Hoe komen jullie aan zoveel geld? Weet je wat het mooie is? Dat geld was van je moeder. Wat? Hebben jullie dat van mijn moeder gestolen? Nee, ze heeft het dan zelf gegeven. In ruil voor een hele mooie jurk. Oh, dankjewel. Nu kan ik eindelijk een Sinterklaas cadeau kopen en kleren. Een paar dagen later heeft Saar eindelijk zelf eens nieuwe kleren kunnen kopen. En ziet er gelijk anders uit. Wauw, Saar, je hebt echt zo'n mooie outfit. Bedankt. En je schoenen, ze zijn zo mooi. Ja, je ziet er echt heel anders uit. En die blazer ook, echt fantastisch. Ja, je hebt het echt verdiend. Staat je heel erg leuk. Wie is die nieuwe leerling? Ja, dat is Saar. Ze heeft nieuwe kleren gekocht. Haar moeder loopt nog steeds in haar vuilniszak. En ze lijkt haar eigen dochter niet eens te herkennen. Is dat Saar? Waarom heeft ze die kleding aan? Saar, wat heb jij nou weer voor kleding aan? Nou, hetzelfde kan ik misschien beter aan jou vragen. Maar dit is gewoon de nieuwe Gucci-jurk. Herken je mij nog? Maar jij hebt mij deze jurk verkocht. Maar deze is toch van Gucci? Nee, hij had de vuilnisbak, ja. Je hebt 1500 euro uitgegeven aan de vuilniszak, maar niet aan je eigen dochter. Dankzij hun plannetje heb ik nu nieuwe kleren kunnen kopen en een cadeautje voor Sinterklaas. Oké, misschien hebben jullie wel gelijk. Ik geef een beetje te veel geld uit voor mezelf. Je kan het goed maken als je vanaf nu heel goed zorgt voor Saar. Ja, sorry Saar. Ik denk dat ik al mijn lesje heb geleerd. Kom, we gaan naar huis. Saar en haar moeder gaan weer terug naar huis. En Saars moeder heeft haar lesje nu wel geleerd. Deze hebben niet meer nodig. Kijken. Mag ik? Ja, ik heb geen jas voor je, maar ik heb hier wel je Ja, wat? Wij hebben een web... Een webwinkel. Een webwinkel. Nog een keer. Nee. Ja, zie je, nu is lang. Oh, dankjewel. Nu kan ik eindelijk nieuwe kleren kopen en een Sinterklaas. Ja, dat is een stuk beter met al die gaten erin. Zonder al die gaten. Je hebt 1500 euro aan... Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. En goed nieuws, want er zijn nog meer kinderrechtenfilms. Ja, nou, bekijk ze snel hier op ons kanaal.